Dag dames en heren, morgen staat een nieuwe editie van onze klimaattournee op het programma. Die gaat deze keer door in Mol in België. We beginnen eraan om 19:30. Toegang is gratis, dus als u geïnteresseerd bent in de klimaatverandering, dan bent u zeker en vast van harte welkom. Nog een mededeling voor vanavond. Nicolas gaat er straks om 20:30 opnieuw tegenaan knallen met een livestream hier op dit YouTube-kanaal. Dus als u geïnteresseerd bent in het bespreken van weerkaarten tot in detail en eventueel ook de ontwikkelingen in de stratosfeer, want die zijn ook zeer interessant te noemen, wel, dan zou ik zeggen, kom straks even hier op dit YouTube-kanaal kijken vanaf 20:30. Livestream dus met Nicolas Roze. En dan ja, naar het weer. Het heeft vanochtend op veel plekken gevroren. Dat zal het komende nacht trouwens opnieuw doen. Het was ook mistig vandaag in het noordoosten van Nederland, waar het kwik dan ook niet veel hoger dan een graad, ja, misschien 1 graad of zelfs maar 2 graden is gekomen. Dus een koude dag daar elders haalden we toch een graad of 6 op de meeste plaatsen, met ook wat zonneschijn. Wel, vanavond zijn er nog opklaringen boven België. Boven Nederland, ja, daar hangt er toch al wat mist, zeker in het oosten van Nederland. Die mist gaat in de loop van de nacht ook wat naar het westen trekken en ook wat naar het zuiden, waardoor ook het noorden van België stilaan met wat mist te maken kan krijgen. De breedste opklaringen vinden we nog terug nabij de Franse grens komende nacht. En ook boven de Ardennen kan het tot wat nevel of mist komen. En het gaat overal vriezen, op de meeste plekken althans. Dat wil dus zeggen dat die mist kan gaan aanvriezen en dus kan zorgen voor gladde plekken op de weg, voor gladheid. Minima tussen 0 en min 3 graden op de meeste plekken. Misschien nog net positieve minima in het noordwesten van Nederland. En ja, voor morgen, wel, we starten met nevel en mist boven Nederland, ook dus lokaal in België. Die nevelmist gaat stilaan wegtrekken in België. Dan hebben we vooral wat wolkenvelden, weinig opklaringen, maar er zullen er wel al een paar zijn hier en daar. Boven Nederland is het dus op veel plekken wel nog steeds vrij mistig morgen voormiddag. En dan is het pas na de middag dat die mist meer naar het noorden gaat trekken. En dan krijgen we ook vanuit de Franse grens stilaan bredere opklaringen met dus ja, wat hoge wolkensluiers waar de zon wel doorheen kan schijnen. Dus op zich, morgen namiddag ziet dat er niet zo slecht uit voor grote delen in België. Dat zien we ook aan de temperaturen waar de zon erdoor komt, als een graad of 7 daar. Maar dat kan evengoed aan de kust of in Limburg zijn. Dat staat hier nu voor de provincie Namen, maar zoals gezegd, dat kan een beetje overal in Vlaanderen, afhankelijk van wanneer die zon er zal doorkomen. Het is wel zeker dat het noorden van Nederland, dat zij daar niet op hoeven te hopen. Daar blijft het vaak grijs en nevelig weer na de middag, met maxima van amper opnieuw 3 graden. Dus toch wel winterweer in die regio. Vanaf vrijdag wordt het overal sowieso zachter met ja, wat wolkenvelden. Er zijn ook wel een paar lokaal zelfs brede opklaringen op vrijdag, maar dus de nadruk op de bewolking. Heel lokaal zelfs een buitje, maar die kans is niet groot bij maxima, die dus wel weer de dubbele cijfers bereiken tot de 10 graden. En ook voor zaterdag en zondag hebben we dezelfde temperaturen en hetzelfde weerbeeld, met af en toe een paar lokale opklaringen, de nadruk op de bewolking en eventueel een heel lokale bui. En dat dus wel bij gevoelig zachtere maxima, om en bij 10 graden. Ziezo, dat is de samenvatting en dat ziet er dus duidelijk zachter uit. Het wordt eindelijk zachter, zoals we eigenlijk al een tijdje beloven, met de temperaturen die omhoog gaan en een weerbeeld die eigenlijk goed meevalt met vaak droog weer en slechts enkele kansen op buitjes, maar die zijn dus niet zo groot. Daarna wel dus stilaan, ja, ongeveer dezelfde temperaturen, 10 graden, meer niet. Dus niet echt extreem zacht weer. De minima gaat wel duidelijk omhoog, dus de nachtvorst verdwijnt. Qua neerslag tot en met zondag is het droog. Vanaf maandag zouden Atlantische storingen onze regio opnieuw bereiken. Ziezo, dat was het voor deze woensdag 20 november. Blijf gerust zitten op dit kanaal. Straks 20:30 livestream met Nicolas. Zeker even de moeite. En dan zien wij elkaar heel graag zaterdag terug voor een nieuw video weerbericht. Heel graag. Tot dan.